Operatie Goliath is een militaire oefening van het Nationaal Leger. Gestart op 24 juni 2024 en duurt tot 28 juni 2024 tussen Peking Saron en Tibiti. Het doel is om de paraatheid en vaardigheden van de landmacht te verbeteren en de operationele capaciteiten te versterken. De oefening omvat realistische scenario's en samenwerking met de luchtmacht en het Korps Militaire Politie. De Arubaanse minister Geoffrey Wever en een handelsdelegatie bezochten op 25 juni president Chandrika Prasad Santokhi van Suriname om de bilaterale banden te versterken. Ze bespraken samenwerking op het gebied van economie, handel, duurzame ontwikkeling, productie, ondernemerschap en toerisme. Minister Wever en president Santokhi benadrukten het belang van nauwere banden voor economische groei en duurzame ontwikkeling. Minister Kuldeep Singh van Suriname noemde voedselveiligheid en de introductie van Surinaamse producten op de Arubaanse markt als prioriteiten. De algemene vergadering van aandeelhouders van NV-EBS keurde op 25 juni de jaarrekeningen van 2019 en 2020 goed. President Santokhi en de directie stemden af om de achterstand tegen eind 2025 in te lopen. Accountants bespraken de tijdlijn van toekomstige jaarrekeningen. De overeenkomst met CTO Marcel Eindhoven werd bekrachtigd met een opvolger die alvast meeloopt. De directie bood de aandeelhouder het boek Corporate Strategy 2022-2030 aan, waarin strategische plannen tot 2030 worden uiteengezet.